User joined your channel. Hey, goedenavond. Hey. Hey. Hallo. Goedenavond. Hey. Terug uit Liverpool, yay! En geen last had van de wind. Nou, dat is mooi. Dat was mazzel, inderdaad ook. Het vliegtuig stond wel te dansen op zijn voetjes op Schiphol maandagmorgen. Toen hij stil stond. Nou, toch wel. Het is gewoon een grote vlieger dan natuurlijk. Dus. Yep. Ik zat helemaal achterin en hij begon, ging toch wel zeg maar, een paar centimeter heen en weer. Ja, zeker die staart. Dat is gewoon één grote windvanger. Dan zit je dan als een soort van... Het zit helemaal geen stabiliteit meer in zo'n heel zo'n staart. Aan het einde van het vliegtuig. Yep, het trekt aardig aan dat ding. Opzij was het een beetje turbulent, maar verder was het allemaal oké. Dus, en ik begreep dat ik vloog 20 over 10 en hadden we iets vertraging, maar om 11 uur reden dat trein al niet meer. Nou, ik weet niet. Een heleboel treinen zijn ook inderdaad afgelast. Maar ook met veel vertraging en alles. Ja, klopt. Het is morgens vroeg om 7 uur altijd vertraging van 1/2 uur ruim. Ja, maar ook veel hadden ook door bomen, in plaats van alleen de wind of het plaatje is. Yep. Er lagen verschillende stukken, er lagen bomen op de spoor. Eindhoven, Schiphol viel dus gelukkig voor mij. Awesome. Oh ja, ik ben net inloggen. Doe maar een invite dan. Doe er iemand bij? Denk ik. Yep. Ik heb een keer als ik daarmee mee kan doen, ga. Ja, dat kan. Goed, invite maar. Monochroom met in de score de voor en daarna. Ik zit nog heel even in een potje. Yep, ja, een beetje anders. En morgen de update. Hoi joh. Ja, ik hoorde het inderdaad met de vier tractor slopers die bekende van mij. Een zoon van een kameraad van mij, dus. Aha, dus vanuit je gelijk... eventjes langskomt. Via garage up-to-date maken. Nee? Garage up-to-date maken, hoezo? Wat moet ik iets doen? Nee, dat niet. Oh dan. Maar ik denk misschien wil je nog wat verkopen of zoiets. Nee. Dus een pusje houden gewoon dus. Is die nou veel veranderd of niet? Hij is iets sneller en hij lijkt beter te schieten. Maar mensen schieten ook makkelijker door je frontplaat heen. Maar ik vind het dus nog steeds geen slechte tank hoor. Ja, maar wat is een slechte tank? User joined your channel. Avond. 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 Een slechte tank is een tank waar je geen lol mee kan beleven. Maar op zich, elke tank heeft al zijn leuke punten.
Inderdaad. Er zijn een paar uitzonderingen, oké, maar... Ja, de A10 is vooral. De AMX-40 ziet er best leuk uit. Ja, dat is zijn sterke punt. Dat er goed uitzien. Ja. Hij kun je leuke skins voor downloaden. Ja, dat is het enige. Ja. En voor één tank die ik nooit terug wil kopen. Welke? De AMX-40. Inderdaad. Ja, ik speel zo'n vaatdoek. Ik ga naar bed. Oké. Slaap lekker. Yes, slaap lekker. Nou, tussen. Hey. Tussen. User disconnected from your channel. Ja, wacht op monogram. Mono? Ja? Ben je er bijna? Ja, ik denk een minuutje of twee. Kijk maar of je wacht of speelt. Ja, nee, twee natuurlijk kunnen we wachten. Ja, is goed. Ik denk van gut, wat heb ik toch veel moeite om die KV in te pennen. Maar ik zit niet in de T3485, maar gewoon in de T34. Het scheelt een hoop. Yep. Ah, dan moet ik ons weer een nieuwe mod zoeken. Nee. Dat doet OMC goed aan het werk. Ja, dan komt die. Pak ik ook een. Pak ik wel deze. Drie paarden. One Patex. Lekker. Dat is zo smakelijk die. Wow. 2600 efficiëntie. Test halen gaan ze dood. Dat platoon. Wow. Yep. 75% winrate. Dat zie je niet zo vaak. Bij mij hebben 41%. Wat? Sorry? Bij mij staat het 41%. Nee, maar 75% nee, van die... Nee, ik heb het over de spelers. Oh, die winrate, ja, oké. Maar dat is het tweede account, 3K Battles. Zeker weten dat dat een tweede account is. Die gast met 18K, die heeft het ook aardig goed. Die PSP. Het is knap om bij een ISA te komen met 3K Battles. Al zie. Maar dat kan wel. Ja, waarschijnlijk als je alleen die lijn speelt, dan kan dat je. Per 1000 battles kun je ongeveer een tier 10 binnenrijden. Zoveel wel? Zover? Wauw. Ah, 1000, iets meer dan 1000. Oh, begin.